Ja, welkom bij Boxkeeper Plays, jouw nummer 1 stop voor een beetje ongein en een beetje spelletjes en een beetje game commentary en weet ik het allemaal niet meer. En vanavond in de house, jawel, Emmers Record HD. Yo! Ja, eindelijk! Het komt er eindelijk van. We hebben heel vaak geprobeerd te joinen en elkaar te vinden, maar het is eindelijk een keer gelukt, zeg. Is dat wat? Nou, ik ga gewoon mooi tegen jou dit keer. Ik ga je gewoon helemaal inmaken. Ja, terecht. Zie ik jou daar naar lopen? Oh nee, wel. Wel. Nou, zit ik nou bij of niet? Oeh, John Wayne heb ik neergeknald. Zit je bij me? Nee, volgens mij niet. Nee, ik zit tegen jou. Ja, je zit tegen mij. Ja, dan zit er maar één ding op. Dan ga je eraan. En ik had je. Nee, dat was je niet. Nou. Ik ga gewoon op jou zoeken. Oké, even kijken. Oh, dan heb ik al een mooie kijker op zitten op mijn gun en dan leg ik het nog af. Ah, damn. Oké, hoppatee. Ja, het wordt binnenkort maar weer eens tijd dat de Boxkeeper weer eens een online landparty gaat organiseren. Is wel lachen trouwens. Ik heb een aantal mensen om me heen die zeggen, maar het heet toch een landparty op het moment dat je met elkaar afspreekt thuis bij iemand. Toch niet over het internet, maar dat is juist grappig, denk ik. Ja. Het is eigenlijk wel een beetje standaard wat je altijd doet. Ik tenminste ga meestal met mensen op Skype en ga dan een spel spelen. En zeg, ja. Dan ben je eigenlijk al een soort van, ja, met elkaar een spel aan het spelen. Dat is het. Oh, ik heb trouwens lag ook trouwens. Maar ja, dat is vaak de eerste paar seconden. Ik vrees dat ik binnenkort toch maar eens een keer mijn PC opnieuw moet gaan installeren. Ah, ik ben echt op de rampage, joh. Ik ga nou al 3 omheen. Even wachten, dan ga ik jou op zeker even zoeken. Oh, daar. Ja, hoor, een sniper. Als het goed is, gaat het hier gebeuren. Oh, je zit bij mij in team, joh. Nee, dan meen je. Ja, je zit nou bij mij in team. Oké. Okay. Guys, kom op. Hup. Oh, naast je. Kijk, nou naast je. Oké. Okay. Wat ben jij nou dan? Hé? Ik denk dat jij gechanged bent, automatisch door het spel. Oh, oké. Oh, Record HD. Oké. En misschien is het trouwens even een mooi moment om heel even wat over je eigen kanaal even te vertellen. Ja, ik heb zelf ook een eigen kanaal. Ja. Ja, dat deed ik eerst met een vriend samen. Daar ben ik mee gestopt. Ik ga nu in mijn eentje verder op dat kanaal. En en misschien ga ik bij Boxkeeper Plays voortaan ook een serie doen. En misschien over een tijdje. Oh, hij staat naast mij. En misschien over een tijdje ga ik gewoon standaard bij jullie uploaden. Dat ligt er allemaal aan wat Boxkeeper vindt. Maar ja. Ik zou het tenminste leuk vinden, want YouTube is wel een leuk deel van mijn bezigheid als ik thuis zit. Ja. Want ik vind het ook gewoon leuk om films te maken. Ho. Oh. Even geconcentreerd. Maar je vindt het leuk om fits te maken? Hoe lang doe je het eigenlijk al? Ik doe het denk ik al ongeveer een jaar bij elkaar, maar bij het begin was het niet echt nog met commentaries bij elkaar. Maar meer van die muziek eronder en dan echt een hele leuke gameplay hebben. Okay. Dus echt als je een hele speciaal ding had, dan ging je 3 koorden en dan zit je die muziek onder. Dus ik was altijd wel echt bezig met YouTube, maar nooit echt van dat je de commentaries eronder zette. Oké. Ja, sorry, ik ben ondertussen ook geconcentreerd. Ja, ik ook heel erg. Maar ik was net even dood. Hij gaat wel goed. Ja, zeg hé, ik ben altijd wel heel goed in shooters geweest, dus. Oké. Omdat ik het eigenlijk altijd wel speelde op de Xbox en dan krijg je eigenlijk een beetje je eigen strategie, dus ja. Dan leer je ook al een beetje spelen van, oh, daar moet je zeker niet zijn als dat gebeurt en zeg maar, je krijgt meer inzicht met shooters. Dat is waar. Oh, dit is jammer. Ja, dat is waar. Het is trouwens misschien wel even leuk om te vertellen hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen. Want jij vroeg aan mij eigenlijk van wat voor je wilde een nieuwe PC hebben, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en toen heb ik jou om advies gevraagd. Toen had je mij gevraagd wat voor PC of de specs wel een beetje oké waren. Ja, nou toen zei jij echt, je hebt een SSD nodig. Nou, ik ben blij dat ik het erin gedaan heb, want ja, echt toch, zonder SSD was mijn computer
denk ik echt prut. Ja, ja, ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf ook een SSD hangen en erin hangen. En het is echt, er gaat een wereld voor je open. Zeker als je met zwaardere pakketten werkt, weet je wel. Videorendering en dat soort dingen. Het is toch ideaal. Bij mij is het echt videorendering. Ik ga gewoon tussendoor gamen. Echt gewoon de zwaarste spellen. Ja. Ik heb Prototype 2 heb ik. En als ik dat speel op full graphics en echt, ho, ik ben nu aan het typen, dat moet niet. Oh, hey Victorie. Even kijken, hoe zit het? Ah, ik sta er niet bij. Dit is jammer zeg. Oh, ik krijg wel een bericht. Ik sta onder jou. Ik sta met 8 om 4 en jij gaat 10 om 7. Hey. Oké. Okay. Dus, dat is mooi gedaan. Dat is goed gedaan, man. Ja, dit is hoopvol dit. Ja, hey, dat nieuwe wapen, dat helpt toch. Ik zeg het toch. Ja, het is waar. Ja. Ik heb toch een onwijs mooie nieuwe kijker op zitten. Maar dat is trouwens wel waar, weet je wel. Toen ik jou leerde kennen, weet je wel. Het klikte gewoon leuk meteen al, weet je wel. Ons contact was goed. En jij nam een PC over. En toen heb je het een en ander ingesteld voor YouTube. En je hebt af en toe onwijs goede tips. Dus, klopt, omdat ik eigenlijk altijd wel bezig was met dingen te ondervinden op YouTube. En eigenlijk best wel mee zit te kloten en... Als je het zo mag verwoorden. Ja, ja. En ja, dan zit je daar te kijken en dan denk je... Hé, dat is wel leuk. Hé, dat kan ik ook wel doen. En dan kom je steeds verder. En dan maak je eigenlijk... kom je dingen tegen wat sommige mensen nog niet tegengekomen zijn. En dan kan je hun gewoon weer helpen om verder te komen op YouTube. Ja, precies. En het werkt echt. Dat is het ook, hè. Weet je wel, ik had ook zo'n videootje gemaakt inderdaad. En uitgelegd van... hoe je het beste YouTube-kanaal een beetje kan pimpen en hoe een beetje meer leden kan aantrekken, zeg maar. Maar een van die tips is inderdaad ook van je moet elkaar gewoon helpen. Dat is het. Dat is het ook echt. Ja. Kijk, wij als kleine game-kanalen en sowieso op dit moment... kijk, de community in Nederland, dat zal ik je sowieso vertellen, is best wel op één. Dus zo'n Spooky 1611, zeg maar, dat staat bovenaan. En een game-kanaal van ons, dat staat dan best wel, zeg maar, naar beneden. Ja, dan kan je beter een gamekanaal van... Ja, zeg maar... mensen gaan niet verder kijken dan hun neus lang is, zeg maar. Zo bedoel ik het te zeggen. Ja, dat is het. Ah, nee, niet dit. Dit vind ik heel irritant. Ja, dit is wel minder. Bedoel je deze map of wat? Nee, deze gameplay. Nee, deze game mode. Dat vind ik heel irritant. Ik ga nu mijn andere set nemen. Zo, er is iemand die overleeft gewoon een partij sprayen van mijn kant. Ja, dat is dat ding die op je kaart ziet. Oké, omhoog boksen kan het, jongen. Maar ja, als je dan ziet in de Engelse community, mensen zijn daar echt, als je daar begint, dus stel je zal Engelse video's gaan maken, en mensen zien dat en die vinden jou leuk, die subscriben en die delen het ook meer. Dus stel jij maakt een video, jij zet het op YouTube en je doet het met Engelse commentaries onder, dan is het echt veel sneller en word je groter, omdat veel meer Engelsen, sowieso ook als je Engels spreekt, is de wereldtaal. Ja, dus dat is waar. Dan word je toch al sneller groter. Ja, sorry, het lijkt alsof ik onwijs afwezig ben, maar ik ben... ik ook hoor, maar ik heb het in die tijden wel geleerd om te praten en breien tegelijkertijd. Ja, precies. Nee, maar ik werk op dit moment werk ik even 2 keer gebeld. Dus ik zit even te kijken. Dus de volgende keer pak ik hem heel even op en dan knip ik er gewoon even een stukje tussenuit. Auw, ik kan ze ook wel van maken. Oké, gaan we. Waar is iedereen? Oh, daar. Ja, je moet zeg maar naar dat ding lopen. En je moet die grote tank die er staat, die moet je eigenlijk vernietigen. Dat is deze gameplay. En deze deze game mode. En okay. Die game mode, dat vind ik dus heel irritant. Dat meen ik serieus. Want dat ding is zo, overpowered. Dus als je 1 stap doet, dan ben je meteen, dood, zeg maar. Oké. Okay. Ik ga nu ook helemaal niet goed. Ik ga nu 0 om 2. Ja, dat is inderdaad niet goed, nee. Oké, wacht even. Dan ga ik het even anders doen. Eliminated. Oh, wat is dit? Loop je om zo... Nee, iemand heeft ook nog zo'n pak. Oké, ik ga even omlopen. Waarom kan ik niet meer lopen? Oh, daarom. Wie was? Oh, wat jammer zeg. Mooie pot. Even kijken. Ah, nee, damn. Wat doe ik? Oké. Ziet het er goed uit of niet?
Volgens mij ga jij best wel redelijk. Ik heb nu net pas mijn eerste kill gehaald. Ja, ik heb zo'n schitterende kijker op mijn gun. En daar kan ik echt heel makkelijk nu headshots mee uitdelen. En dat vind ik wel... Ja, hoppatee, nog. Nou, we gaan het kijken zometeen dan, hè. Hoe goed je ging. Want hoe goed ga je nu? Je staat gewoon eerste, joh. Je gaat 7-3. Hallo. Zo dan. No lifer. Oh, nice. Yeah. Boxkeeper in Rampage. Het is echt niet normaal, dit. Oké, go. Ja, het is echt wel 5 wapen, dit, hoor, zo. Dus dat was, nou, weer een goede tip. Ja. Oké, okay, gaan we niet weer. Alleen voor, niet alleen voor YouTube ben ik goed, ook voor sommige spelletjes. Ja, zo zie je maar weer. Ho. Van je vrienden moet je dat hebben. Ah, oh, die gooit een bom zich heen. Zo voor mijn neus. Nou ah, ja. Ik ga echt serieus met 2-4 of zoiets. Ik ben echt zo... Wow. Ja, eindelijk. Hey. Ja, we zijn er net hartstikke uitgeklapt. Maar daar gaan we weer. Ja. Oké, man. Nou, joh, trouwens. Dit is gewoon team deathmatch, weet je. Ja. Weet je, ik knip dat te beginnen gewoon lekker uit. Ik plak alles weer aan elkaar en dan geen gezeik verder. Want je hebt een heel verhaal zitten vertellen en alles. Het zou een beetje lullig zijn als je dat weer moet gaan zitten doen allemaal. Ai, joh. Je zit wel weer zo'n heel irritante tank bij. Oké. Maar kan je die tank, kan iedereen die tank besturen of niet? Als hij eruit gaat, dan kan jij erin. Maar dat is een hele kleine kans, dus je moet hem echt neerschieten. En die dingen zijn wel heel overpowered. Oh, dat vind ik wel jammer van dit spel. Kijk, als je gewoon een MW3 hebt, dan heb je dat niet. Nee. En dan, ja, dan heb je wel al die irritante snipers er weer. Dat vind ik wel frustrerend echt aan MW3. Ik heb het op de... word ik weer in mijn rug... geschoten. Ja. Okay. Maar dat vind ik dan wel heel irritant van MW3. Dat je al die heel overpowered snipers hebt en al die... mensen die alleen maar zitten te noob-tuben en alles. Oh, dit is even spannend. Ja zeg, ik kan een assist. Maar je nieuwe gun bevalt... Oh mijn god, ik ga dood. Zeker weten. Maar je nieuwe gun bevalt... Ja, die is goed. Ja, het is met name die kijker die het zo mooi maakt. Nou, daar ben ik blij mee. Ik ook, zo kan ik ook jou vertellen. Ja, ik kan 2 layouts maken, dus ik heb 1 zeg maar voor ver. Dus stel als het een hele grote open map is, dan heb ik er eentje voor ver. En gewoon eentje voor dichtbij met een mooie scope erop, waar ik goede headshots mee kan uitdelen. Oké. Okay. Ik weet niet of jij dat ook al kan, want ik weet niet of ik het nou gekocht heb of dat ik het nou gewoon gekregen heb bij een unlock. Ik werkelijk geen idee. Ik zou je vertellen, ik speel dit spel gewoon om te spelen, maar om nou te zeggen dat ik er echt zin heb om het allemaal uit te gaan zitten zoeken, dat had ik normaal wel altijd. Maar ik snap sowieso weinig van dit spel. Ik snap sowieso niet waarom je maar zeg maar... Oh, kijk dan, 2 man, pak ze maar. Ah, ik snap sowieso niet waarom je maar een wapen maar 1 dag mag hebben. Is dat omdat ze winst willen maken op die wapens? Ja, of? Kijk, omdat het een free-to-play spel is. Kijk, stel jij had een spel gemaakt en je zou uitdenken van... Ja, ik wil toch wel dat mensen dit gaan spelen. Ja. Het moet een beetje een leuke shooter zijn. Nou, dan kom je al snel, omdat het een MW3 look-alive is, weet je. Dat het heel erg op MW3 lijkt. Nou, dit lijkt dus echt niet op MW3. Dat... Toch? Ja, de wapens zijn anders, je hebt geen classes, je hebt... Ja, je hebt dan nog wel die steeds irritante. Dus ja, toen hebben ze er de tank in gegooid, wat ik sowieso al heel irritant vind van zo'n robotpak. Ja, het is leuk als je er zelf in zit, hoor. Natuurlijk is dat leuk, maar... Ja. Het is niet leuk als je het nou tegen je hebt, want die dingen zijn zo overpowered. Dat het niet leuk is. Maar toen hebben hun gedacht, we maken het gewoon free-to-play en dan met een gun erbij die je moet kopen. Dus mensen die dit spel elke dag spelen, die hebben gewoon zo'n, zeg, denk ik, gewoon zo'n gun gekocht. Maar als je slim bent, dit spel, je verdient eigenlijk per potje, verdien je eigenlijk zoveel geld voor 1 gun te kopen. Dus ja, waarom zou je dan, heb ik zoiets hoor, waarom zou je dan die gun gaan kopen? Ja, dat is wel waar. Daar zit wel wat in. Ja, eerlijk is eerlijk. Oeh, 1 minuut left. Ik moet zeggen, mijn rampage van net is echt vergeleken bij dit is... Ja, bij mij ook. Ik ga nu weer 2-6 en jij gaat 2-4. Oké, dit is echt heel slecht dit. Oh ja! Ik denk dat we net tegen noepjes zaten of dat... Ja. Ja, of daarnet was ik echt heel goed, dat kan ook nog. Ja. Nee, ik weet het niet. Maar het enige wat ik kan doen nu, en er zit maar 1 ding op nu, en dat ga ik ook doen, is gewoon een Moab gaan halen. En gaan rennen. Moab? Ja, grappie man.
Oh, ik dacht dat speel je nou een ander spel dan ik, want ik heb het wel spel switchen. Maar heb jij hem? Ja, tuurlijk heb je Modern Warfare verderop staan. Nee, ik heb Modern Warfare niet op mijn PC, maar wel op mijn computer. Niet op mijn PC, maar wel op mijn computer, what the fuck. Ik heb hem wel op mijn Xbox en niet op mijn computer. Denk ik wel van plan om Black Ops 2 te gaan halen. En dan hoop ik ook dat Boxkeeper dat ook gaat doen. Want dan kunnen we dat natuurlijk ook. Dat is waar. En ja, wat is dan leuker om een nieuw spel op je. Mee eens. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb hem nu binnen. Hij is klaar. Black Ops 2. Yeah. Huh? Oh, Black Ops 2. Oh, sorry. Nee, ik zat even niet helemaal te luisteren. Nee, ik dacht dat je dat andere spel van jou. Ja, bedoelde. League of Legends. Hij is binnen, hij is klaar, is geüpdate. Dus eventueel kunnen we daar ook skippen. Dan misschien doen we daar zometeen ook nog wel een. Oké, is goed. Ik heb tot vanavond laat. Dus, oh, oké. Okay. Ja, ik heb tot 3 uur. Even kijken, 2. Ja, ik kan nog een uur kan ik er tegenaan. Ah, oké. Okay. Wat gaan we doen? Ja, knallen! Gaan we nog een potje doen? Oké. Okay, ja, nee, anders doen we League of Legends. Dan laten we hem hier gewoon even bij. Oké. Oké, dan wil ik hierbij. Dan wil ik wat een verhaal. Dan wil ik hierbij iedereen bedanken die op zit te kijken. En tot de volgende keer. Heel erg bedankt. Geen dank. Is goed, man. Hoi. Wil je meer? Veel meer? Klik dan op abonneren. Dankjewel, tot gauw. Een duimpje wordt altijd gewaardeerd.